Renault Antwerpen. De auto's van stad. De overpopulatie in de gevangenissen is duidelijk, zo laten de cijfers merken. Antwerpen spant de kroon met 63,8% overbevolking. Daarna volgt Dendermonde en Gent. Het gevangeniswezen maakte de rekensom voor deze zomer. Normaal een rustiger seizoen in de gevangenis. We hebben al een hoger cijfer gekend van 180% ongeveer. Dus ja, jammer genoeg moet ik zeggen, dat is geen ongewoon hoog cijfer. Maar voor deze tijd van het jaar is dat wel hoog. In de zomerperiode kennen we normaal lagere cijfers. We zitten vandaag nog steeds boven de 700. Vanochtend 710 ongeveer. Dat is meer dan dat we gewend zijn. Een hoge bevolkingsgraad geeft dan ook een hogere afwezigheidsgraad bij het personeel. Zodat vaker maar één cipier met weinig ervaring overblijft voor 75 gedetineerden. Het is zo in Antwerpen in het arresthuis dat je een continue verwatering hebt wat die ervaringsgraad betreft. Mensen met veel ervaring, mensen met veel jaren dienst, trekken al gauw ook eens ergens anders naartoe, dichter bij huis. Dus dat maakt dat wij ook met heel veel mensen staan te werken die een lagere ervaringsgraad hebben. Heel vaak staan die mensen net op die plaatsen waar dus effectief alleen moet ingestaan worden voor die 70 of die 75 personen. Te weinig personeel, dat voelen de gedetineerden ook.